naam is Beerta en welkom bij weer een nieuwe video. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe ik mijn make-up dagelijks doe. Ik heb daar in het verleden al een blogpost over geschreven, maar dat is al een paar jaartjes geleden. Dus ik vond het nu wel weer tijd om jullie dat opnieuw te laten zien. Ik heb daar nu ook een blogpost over geschreven en die link kan je hier beneden in de beschrijving vinden. Ik hoop dat jullie het een leuke video vinden en veel plezier bij het kijken. Ik heb mijn huid al geprept met deze maskers. Dat zijn de nieuwe maskers van de Action. Dat zijn zo van die knock-offs van de L'Oréal maskers. En ik heb die getest voor jullie. Die blogpost kan je ook hier beneden in de beschrijving vinden. Ik heb ook al een nachtcrème aangebracht. En dat is deze van Clinique. Dat is de Pep & Start Moisturizer. En die heb ik gekocht in de Company Store. Daar heb ik ook een video over gemaakt. En die kan je hier in het i'tje bekijken. Daarna ga ik door met mijn primer. En hiervoor gebruik ik deze Vitamin Enriched Face Base van Bobbi Brown. En die heb ik ook gekocht in de Company Store. Dus ja, die video kan je in het i'tje bekijken. En dit is een hele dikke primer eigenlijk. En die ruikt naar citroenen. Maar die gebruik ik wel niet altijd, maar ik vind dat een hele goeie. Als mijn primer is ingetrokken, ga ik door met foundation. Dat doe ik ook niet elke dag. Meestal doe ik enkel concealer. Maar de laatste tijd gebruik ik deze van Wet n Wild. Dat is de Photo Focus Foundation van Wet n Wild. Dus, en ik gebruik die in het Soft Ivory en Nude Ivory. Nude Ivory is iets te roos en Soft Ivory is iets te geel. Dus dan meng die een beetje. Maar ik gebruik meestal deze omdat die toch lichter is. Dus voor de sake of the video ga ik nu dus wel foundation opdoen. Normaal doe ik dus alleen concealer als ik naar school moet ofzo. En dit breng ik aan met mijn Beauty Blender. For 3 hours I tell them why. They don't believe me. Daarna gebruik ik een concealer en hiervoor gebruik ik eentje van Catrice. Ik gebruik de Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Ja, die is heel bekend. Dat is een hele goede drugstore concealer. En die breng ik dan aan echt over heel mijn gezicht. Ik heb hier zo verschillende tubes liggen en die zijn eigenlijk zo'n beetje leeg. Dan is het altijd zoeken naar de welke dat nog naar lezen. Toch nog een beetje vol is aanbalans. En dan breng ik dan aan onder mijn ogen in een soort mislukte driehoek. Op mijn voorhoofd, mijn neusbrug. Dus ook hier naast mijn neusvleugels, omdat ik ziek ben. En dan moet ik vaak snutten en dan gaat daarop weg. Zo, en daarna ga ik dit ook weer afwenden met mijn beauty blender. Soms gebruik ik ook nog cream contour, maar dat doe ik eigenlijk alleen maar als ik naar een feestje of zo ga. Ik moet een hele avond weggaan. En dat moet ik vandaag niet doen. Ik heb vandaag niets te doen. Maar ik moet vandaag niet weg of zo. Dus de volgende stap is dan afpoederen en hiervoor gebruik ik de Catrice Nude Illusion Loose Powder. En dat is gewoon een transparante poeder. Elke transparante poeder werkt daarvoor. En wat ik heb geleerd is dat je eigenlijk niet mocht cirkels maken, maar echt moet tappen. Omdat, dat is dan vooral voor mensen met een droge huid. Want als je een droge huid hebt en je zorgt ervoor dat je huid gaat reageren en dat doet je huid altijd op cirkelbewegingen en zo, dus niet op gedep. Dan maakt je eigenlijk je huidcellen niet eigenlijk los, maar doordat je huid gaat reageren, wordt het allemaal meer zichtbaar. Dus mijn tip is om dus te deppen. En als je dan alles van je gezicht hebt gehad, kun je nog een beetje de poeder wat wegdrijven eigenlijk. Alle borstels die ik trouwens gebruik zijn van Boozy Shop, dat is zo'n heel pakket. Daarna ga ik contouren. Daarvoor gebruik ik de Hoola Light van Benefit. Ik heb die pas herontdekt. Ik heb die in een grote vakantie, in de zomervakantie, gekocht in Spanje. Maar ik heb die toen nooit gebruikt. En nu ben ik die echt zo een week of twee aan het gebruiken. En ik vind dat een hele goeie. Die ziet er super licht uit. Maar voor mijn huid is dat echt perfect. En dan breng ik dan zo'n beetje aan hier aan. Van mijn oor tot aan mijn, de helft van mijn kaak eigenlijk. En ik kan u zeggen, a little goes a long way. Daarna gebruik ik een bronzer en hiervoor gebruik ik Laguna van NARS. En daarmee ga ik over mijn contour. Daarna is het tijd voor blush. Ik gebruik eigenlijk bijna nooit blush, sinds kort wel. En daarvoor gebruik ik het palet van Revolution, Hot Spice heet het. En ik gebruik meestal deze kleur. Daarna is het tijd voor highlighter en dit is echt mijn all-time favorite gewoon. Dat is de Mary Luminizer van The Balm. Die is ook bijna op. Die gebruik ik op mijn jukbeenderen. En zo'n beetje naar boven. Aan mijn wenkbrauw. En alleen op mijn cupidenboog. Want ik vind als je dat op je neus doet en je voorhoofd legt, dat soms echt super vettig. En dat vind ik persoonlijk niet mooi.
Dus daarom doe ik dat niet meer. Dan is het tijd voor de wenkbrauwen. Ik heb 's morgens nooit geen tijd. Omdat ik naar school moet en ik wil geen kwartier voor opstaan om mijn wenkbrauwen te doen. Dus ik gebruik daarvoor gewoon een brow gel. En dit is de Essence Make Me Brow. En dan ga ik daar gewoon mee door mijn wenkbrauwen. Dan doe ik mijn lippenstift op en hiervoor gebruik ik Meyer of zoiets van MAC. En die is heel geliefd, want die is bijna op. Daarna gebruik ik een setting spray. Ik doe dit voor mijn mascara, omdat ik anders bang ben dat dat uitloopt. En ik gebruik hier gewoon de Fix Plus van MAC en die spray ik zo over mijn hele gezicht. Te wapperen. En dan, als het nog nat is, met de Beauty Blender erin deppen. En daarna doe ik dus mijn mascara. Hiervoor gebruik ik Miss Baby Doll van L'Oreal was dat, denk ik. Het is er al af, dus ik kan het niet meer lezen. Zo, dan was dit mijn dagelijkse make-up routine. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Vond je het nu een leuke video? Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. En wil je meer van mijn video's zien? Vergeet dan niet om te abonneren op mijn kanaal. Dat kan hier beneden. En dan zie ik jullie weer in een volgende video.